Leiden met de vertrouwde opstelling Giddy Potts, Marijn Ververs, Wirt de Jong, Michael Finke en Emmanuel Enzekwesi. En bij Den Helder Suns wordt begonnen met Nino Gorissen, die de plek van Boy van der Vuurs de Vries overneemt. Ben Kovacs, Jarrik Brussen, Dion Hallman en Bolden Brace. Ja, mooi Martin. Nou, jij had het over weinig punten in een kwart. Ik zat laatst nog het flitsen te kijken van die college finale. En dan is het zo enorm wennen dat je denkt, 15 minuten nog te gaan. Maar het is toch maar 10 minuten, maar daar spelen ze nog 2x20. Dus, ja, klassiek is ja, dat, hè? Dat was vroeger. Ja. Dat hebben wij ook nog riant ruim meegemaakt, dat je gewoon 2x20 speelde. Ja, zeker. Maar goed, dat is al lang niet meer zo. Natuurlijk ook een harmonisatie tussen de FIBA min of meer en de NBA ook met de shotklok en al dat soort dingen. En hier, ja, de man van wie Leon Kersten zegt, de MVP. Lijkt me voorbarig, maar ja, hij heeft daar wel aanspraak op, Emmanuel Enzekwesi. Ja, ik denk dat Emmanuel Enzekwesi flink in de prijzen gaat vallen. Ik denk dat hij MVP wordt. Hij wordt Rookie of the Year. Hij komt in het All-Star team, dat is natuurlijk wel als MVP logisch. En ik denk, hij staat ook ruim voorop op de statistical MVP. Die hebben we natuurlijk ook nog. Ja. En Jacob Bergsma houdt het bij en hij zegt ook van ja, de Enzekwesi die staat ver voor op de recordscore van Leon Rogers. Oké, dus hij kan het all-time statistische klassement eigenlijk gaan aanvoeren over al die jaren dat is bijgehouden. Ja, klopt. Gaaf. Oké, we zijn begonnen. Leiden met de bal, spelend van links naar rechts. Verbaast me niet dat er een zone tegenover gezet wordt. Ja, meteen de zone van de man in het felgeel, de Suns. Die doen de namen eer aan en eerste score ook met die gele kleur. Ja, Bolden Brace was dat. Bolden Brace waarvan ik ietsjes meer verwacht had. Als je kijkt naar zijn faam in een aantal collegewedstrijden. Terwijl Finkie die goed op schot is de laatste tijd eventjes mist. Ben Kovacs speelde laatst een goede wedstrijd. De nummer 7 die nu even uit uw beeld is. Die begint er steeds beter in te komen. Een beetje een karambol. En dan deze Enzekwesi die ook kan dribbelen. Laat hij hier zien. Maar wel ja, heel goed gestart. Werd door de kleinste man op het veld. Nino Gorissen volgens mij. Die stripte hem ververs. Valt even niet. Rebound. Nee, niet voor Finkie. Man met nummer 10 pakt hem op. Dat is Jarrik Brussen. Nou, er mag wel wat een tandje bij beleiden. Het is erg ongeconcentreerd. De ballen worden makkelijk gewoon weggegooid. Ja, uitstekende fake van Hallman. Die drijft dan. Want ja, het stond tegen de kleine pots. Had misschien nog verder naar de ring kunnen gaan. Nu was het een beetje een halve hoekshot layup-achtig. Kijken wat Enzekwesi kan. Het treft geen doel. Martin noemde het al. Hij staat dus ook statistisch heel efficiënt en sterk te spelen. En zijn kwestie komt mede ook door zijn hoge percentage. 2 punters. En geen end one. Wordt wel geclaimd. Lopen voor Gorissen. Ik kan me zelfs voorstellen dat Enzekwesi ook een goed percentage 3 punters schiet. Ik heb het even niet paraat, maar ook van die afstand is die behoorlijk zuiver. Even onder de 50% geloof ik. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook wedstrijden dat hij gewoon een efficiëntie van dik in de 30 heeft. En, ja, dat helpt. Oeh, die jongen nog net op tijd gepaast en die bal rolt eruit. Ai, 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 ai. Wat ongelukkig voor Enzekwesi die een schot of 3 al gemist heeft. En hier fout van de Jong op Gorissen, raapt hem op van de grond. En die gaat de eerste vrije worpen van de avond nemen. Ja, groeten een aantal van onze trouwe vrienden hier van Zorg en Zekerheid Leiden. Ed de Wekker en Ruud Haamke. Ik weet dat ze kijken. En Gorissen op de lijn. Het is wel heel geel, hè, Martin. Ja. Het is nog net niet fluorescerend en dan zou je pijn in je ogen krijgen. Gewoon een beetje de gele hesjes uit Frankrijk. Hè? Hey, maar mooi, ze zitten in de elite Adesuns en dik verdiend. Ze zijn nu even geteisterd door blessures, maar lastige ploeg om tegen te spelen, zeker in eigen huis. Ja, het is toch een lastige zaal met veel lijnen op de vloer. Dus ook geen aparte vloer. Het is ook mooi dat zo'n ploeg een tijdje in de league, uit de league was. In sporen van Enzekwesi nu weer gewoon stabieler terug is. En ook jaar na jaar groeit. Spelers groeien, het team groeit. En ze zijn keihard doorgetraind in die lockdownperiode. Er waren ook een van de eerste ploegen die zeiden, jongens, kom laten we weer gaan spelen. Ja, mooie paas en mooi afgerond.
Dat was Brussen volgens mij, ja. Zag ik het goed of was het Halman? Ik haal ze nog wel eens door elkaar. In ieder geval De Jong. Oeh, moeilijke paas, gaat net goed. En dat is een kwezen. Hij neemt zijn tijd. Wordt geblokt, hoor. Daar wordt een fout in gezien. Ja, daar is Brussen het niet mee eens. Nee, maar goed. Er is geen scheidsrechter die dan zijn goal gaat terugtrekken. Dus we krijgen nog steeds niet, hè? Nee, het wordt iedere keer weer geprobeerd. Kijk, je zegt hier alsjeblieft, alsjeblieft. Maar onverbiddelijk deze Mohamed Schuman. Hey, hij loopt in de herhaling weer. Ja, ik had hem er nog even bij gepakt. Hier zijn we weer live. De eerste vrije worp is goed. En ook de tweede. Ja, ik kan me vorig jaar nog een wedstrijd herinneren tegen Den Helder. Dat leidde bij vlak voor rust 25 punten achter stond in de 5 mei al. En dat er toen nog een wijze inhaalrace kwam. Dat Omolt in de tweede helft alles erin ging gooien met dunks en al. Oeh, bijna doorgedunkt. Maar ja, uiteindelijk, en ja, dat is die offensive rebounding waar Leiden onder andere aan mag werken. Finkie daar kon die rebound niet pakken. En dus Brussen, die een goede start heeft van de wedstrijd, heel actief is. Zowel aanvallend als verdedigend. Oeh, daar was Vervoels er volgens mij eigenlijk gewoon langs. Paaste weer terug naar buiten en dan een fout van de Suns. Ja, we zien dat aan de rechterhand bij De Jong. Ik denk dat het daar dan is, Martin. En hij zit er nu ook aan, die sleeve waar jij over vertelde. Aan zijn ringvinger, zo te zien. Kijken we nog, ja, zijn rechterhand, ja, zijn ringvinger. Maar hindert hem momenteel niet bij die vrije worp en nu ook niet. Keurig, mooie boog. Backspin en een boogje, dat is zo'n beetje het geheim met een vrije worp. Bolden Brace hier met nummer 20. Kovac. Mooie bal. Ja, een beetje stepback-achtige driepunter. Ja, Leiden, min 5. Vervoels neemt ook de tijd. Pots, die, ja, oeh, die rammelde erin. Het is wel on fire van de driepuntslijn momenteel. Fantastisch, ja, absoluut. En afgelopen wedstrijd, volgens mij, maar één keer boos geweest op de scheidsrechters bij een P. Hij zat dus niet in foutenlast en speelde ook gewoon een goede wedstrijd. Kon er ook gewoon tot het einde in het veld blijven. Absoluut, werd meteen op de sociale media tot man of the match gekroond door de club. Een mooie afgemaakt, weer Kovac. En 13 puntjes al voor Den Helder in 4 minuten. Nou, doe maar keer 10. Dit is ook niet goed verdedigd, er wordt geen druk gegeven op de paas. Dus de paaser kan gewoon vrij uitgaan. Er is die weer Pots, nu aan de andere kant dit keer even niet. Weinig verdedigende druk op dit moment. Even rustig kijken. Oké, okay, kijken. Paas geven, weet je wel. Ja, maar je ziet het ook aan de lichaam staan van heel veel spelers van, ja, mijn man heeft de bal wel, maar ja, goed. Er kan even nog wat worden opgeschroefd. Dat zullen we ook zeker wel gaan zien. Ja, Den Helder heeft natuurlijk niet echt een bank. Dus althans niet vandaag. Dus dat verschil zal echt wel komen. Misschien zijn de spelers al met hun hoofd bij de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Donar uit. Ja, dat is altijd het gevaar. De jongen die dat vaker goed doet dan in de lucht omdraaien en weer helemaal uitpassen. Een goede bal van Finkie. Zo geeft De Jong ook nog wel eens wat assists. Hij deed dat eerder dit seizoen ook op Finkie trouwens. Zoals op de andere basket stond hij in de rechterhoek. En De Jong draaide zich in de lucht eigenlijk 180 graden om en gaf een prachtige assist. Nee. Niet voor Kovac. De Jong had afgelopen zaterdag in Rotterdam, waarbij die aanvallend van zijn eigen acties nauwelijks wat had. Maar ja, hij maakte wel 10 assists. We krijgen een aanvallende fout hier. Het leek mij een beetje op het randje. Maar goed, dan kun je zeggen, dan kan het beide kanten ook opvallen. En Sikwezi die de fout krijgt. Nou, dat is vers bloed in het veld. Zo Riley de Chance er binnenkomen en Nicholas King. Beetje een flotertje van onze vriend Finkie.
Die scorend goed op dreven de laatste tijd. En Enzekwezi en Marijn Ververs nemen plaats op de bank. Normaal gesproken iemand die veel minuten maakt en Enzekwezi. Dan kan dat vandaag natuurlijk nog steeds gebeuren. Maar nu toch al eventjes vroeger naar de bank dan meestal. Ja, heel veel ruimte daar. Open lay-up. Goed afgemaakt. Ja, door een lange brussen. Ja, goed gezien ook die paas. We zien Koolhoorn erin bij de Suns met nummer 6. Mickey Koolhoorn. En daar is het Vinky. Oeh, bijna in eigen basket getipt door Brussen. En toen vervolgens door de Jong afgemaakt. Cadeautje voor de Jong. Zijn we nog aan, want de rebound ook op. Volgens mij is het dan zo, Martin, als je een eigen score maakt, dat die dan op naam komt van de aanvaller die het dichtst bij jou in de buurt staat, heb ik me wel eens laten vertellen. Ja. Want je kan niet zelf voor de andere ploeg op het sheet komen. Nee, precies. Er moet altijd wel iemand anders komen. Ik heb het ook in volgens mij was het in het verleden ook wel eens een keer de aanvoerder. Oh ja. Daarom had jij altijd zoveel punten. Precies. Ik pakte al die 15 eigen doelpunten per wedstrijd mee. Dus ja, dat gaat hard, hè? Dus, nou ja, dat is in ieder geval weer gelijke stand. Yes, we gaan dankzij Monique ook een aantal highlights nog even bekijken met u. Komen ze. Werk onder de ring, onder andere. Hier was dat de rebound die Leiden niet kon controleren. Ja, in ieder geval wordt er aardig doorgescoord. Martin, misschien laten we dat in de rust even bij stilstaan. Of tussen de kwarten, dan hebben we 2 minuutjes. Het is ook een bekerloting geweest. Ja. Die mensen ook via de website van de Dutch Basketball League hebben kunnen volgen. Facebook en alles. Wat zou jij nu zeggen als jij coach van Leiden was? Ik zou toch wel even zeggen dat we even een tandje harder moesten gaan verdedigen. En niet zulke makkelijke scores zoals dit tegen moeten laten geven. Veel meer druk geven op de man met de bal. En dan komt het vanzelf wel goed. Een beetje hard rennen zoals je de bal bezit hebt. Niet op zo'n slakkergangetje. Ik bedoel, ik snap dat er 3 spelers bij de Suns niet bij zijn. En dat de motivatie dan misschien wat minder is. Maar ja, dat mag geen excuus zijn om het dan maar een beetje labbekakker aan te pakken. Je moet gewoon volle bak gaan. Ik bedoel, wat je nu mist, als je het nu niet goed doet in een wedstrijd waar je die waarschijnlijk wel gaat winnen. Dan doe je het straks in die 3 wedstrijden die we hierna krijgen. Donor, Landsteden en Heroes. Ga je daar ook fout doen? Ja, dat is inderdaad een prachtige drieluik. Leiden speelt 1 keer daarvan thuis. Dat is zaterdag over een week tegen de Heroes uit Den Bosch. Ja, de 17e volgens mij. En dat is zeker zaak natuurlijk om vandaag te winnen. Om ook dit gaatje aan kop van de Elite A om dat vast te houden. En dat is weer belangrijk als je eerste zou blijven. Dat je dan in de play-offs in iedere serie dat je erbij bent het thuisvoordeel hebt. Dan kun je wel zeggen wat is thuisvoordeel nou precies in deze coronatijden. Maar goed, je speelt toch lekker op je eigen basket. Ja precies, dat is wel een goed voordeel. Want dat zijn de basis waar je ook op traint. Ik bedoel, die ringen ken je, die borden ken je. Je kent de vloer in principe. Ja, de dieptes, alle verhoudingen, dus, absoluut. Dus ja, bedoel, het is anders dan dat je ergens uit begint met stroeve baskets waarbij iedere bal die op de ring ketst de middenlijn ongeveer opzoekt. Ja, ja weer goed gespeeld en daar weinig lengte ook bij Leiden inside nu. Want Vinky was daar niet in die play en dan kom je op Van Breeën uit. Of ja, de kleine LeChance. Ging ook erin, gaat direct goed naar de ring en maakt hem af. Ja, hij vond dat nu komt in die switch komt Riley de Chance tegen Jarrick Brussen te staan. Achter hem, nou dan wordt hij natuurlijk gewoon opzij geduwd. Ik zou dan proberen om te gaan fronten, zodat er een loppaas moet komen. En dat dan Van Breeën aan de weekside stond, waar hij nu ook staat, misschien wat attent kan reageren om die bal dan weg te pakken. Koolhoorn helemaal vrij, Rainbow 3-punter, de Suns op voorsprong. We staan lekker fris te spelen. En nog steeds die zoneverdediging bij de mannen van Peter van Noord. Ja, de intentie was goed. De bal kwam niet bij King. En eens kijken of ze kunnen en willen rennen. De Suns. Ja, goed is ze wel. Ja, de Kovac. Naar de ring. Antoine. En maakt dan ook een harde fout. Pots is natuurlijk altijd bij ieder fluitje van It Wasn't Me. En het was het hem of was het niet hem? Nee, het was Luc van Breij. Nummer 13. Hier die Ben Kovac, die zich beter en beter ook profileert binnen het team.
eigenlijk veel minuten moeten maken. Martin heeft het u uitgelegd waarom. Dan is natuurlijk wel de vraag hoe gaat dat straks in het derde en vierde kwart. Maar voorlopig gaat het prima met de Helderse formatie. Mensen die het basketbal al wat langer volgen weten natuurlijk dat zeker zo eind jaren 80 en in de jaren 90 Den Helder de ploeg was onder leiding van Tom Boot. En daar, ja, mooie score van Luc van Bree. Lekker drietje. Ja, en Bob Gronen, de Israëlische coach. Oh ja, inderdaad, ja. Ja. En coach Peter van Noord, die dus nu langs de zijlijn staat, speelde onder andere ook voor Den Helder. Zijn carrière natuurlijk ook voor het Nederlands team. De man uit Amstelveen. Drietje van Pots, die in het begin van de wedstrijd lukte dat, nu een beetje vroeg geschoten. En de Sunstraat, oeh, even een kleine fumble bij Gorissen. Brace, oeh, moeilijke bal, oeh, lekker zeg, als die er dan ingaan. Ja, dan is het al 26 punten in 8,5 minuut voor de Heldenaren. Van Brea, goed gezien, daar ligt echt ruimte. Ja, de bal gaat lekker rond en dan King is altijd heel basketgericht. En ja, dat linkerhandje is voor veel verdedigers toch lastig. Tenzij ze zelf links zijn. Ja, dat is ook wel een goede body strength. Inderdaad, upper body is goed bij hem. Als hij daar contact maakt, dan kan hij nog steeds afwerken. Hij zoekt eigenlijk zelf vaak dat contact op. Ja. Moeilijk balletje van Koolhoorn. Kijken of Leiden kan aansluiten. LeChance, ja, rechtdoor naar de ring of niet. Ja, dat doet hij wel handig, maar niet handig genoeg. De watervlugge Gorissen. Die daar dus wel twee keer lopen maakt. Dat zag inderdaad, er leek ergens met zijn pivotvoet te schuiven. Oeh, bij overlopen gesproken, gaat net goed. Ja, goed gedaan. Ja, lekker eruit door Leiden. Ze sluiten inderdaad weer aan. En dan is in principe de laatste aanval voor de Suns. En dit kwart vliegt voorbij, want er zijn maar 6 persoonlijke fouten gegeven. 2 aan Den Helder en 4 aan Leiden. Niemand met meer dan 1. Kovacs moet het doen in de face van Potts en een airball. Ja, 50 punten in 1 kwart. Martin, wat dat betreft ja, absoluut waar voor ons geld. Ja, het had ook 30-20 kunnen zijn natuurlijk. Ja, ik vind het een beetje tegenvallen nog Leiden, maar goed. Ja, wij gaan eerst naar onze sponsoren en dan gaan we even terugkijken op dat eerste kwart. Tot zo. Mensen, daar zijn wij weer hier in Mission Control. Ja, Martin, jij gaf net aan, ja, maak nou gebruik van het feit dat Den Helder wat verzwakt is, gewoon meteen gas geven. Nou, of het gebeurt niet, of Den Helder stribbelt gewoon veel meer tegen. Wat zou jij willen zien in het tweede kwart? Een veel verdere verdediging. Den Helder kan nu gewoon de paasjes uitzoeken naar wie ze willen spelen. Worden ook niet onder druk gezet vanaf op de eigen helft al. Ik zou gewoon er een full court press tegenaan gooien. Je kan toch 10 man diep gaan beleiden. Ik bedoel, nu laat je het een beetje op je afkomen. En dan gooit Den Helder, speelt een paar goede aanvallen, gooit er een bal in. En staat op voorsprong. Het zou Leiden gewoon een beetje, ja. Ik noem dat altijd labbekak basketbal speelt. Ja, een beetje als laat gebeuren. Een beetje go with the flow. Het is zomeravond en zo, weet je wel. En terwijl het buiten sneeuwt. Maar goed, dan. Dat had natuurlijk gewoon wat makkelijker gekund. Als je gewoon wat verder bent, dan had je gewoon in het eerste kwart al meteen een gat kunnen slaan. Dat zal nu ook nog wel echt wel komen, daar niet van. Maar ja, het had toch iets sneller gemogen. Nou,
We zijn weer live bij de Suns die dit kwart openen. Weinig mannen daar die we nog niet hebben gezien. Met nummer 12 is het David Idada. Goed zeggen zonder leesbril, Idada. Maar Chance, ja, dit is zijn ding. Net iets te hard. Wel een goede lijn te pakken. De man die beleider is van de bank komt over het algemeen, net zoals Van Bree. Van de bank gekomen en King. Dat is een beetje de zesde, zevende, achtste man. Als je het zo kan zeggen. Ging goed voor de dunk. Ja, goed. De fout verdient. Dan hard op de vloer gekomen. Kovac en gaat dus twee maal nemen. Het is wel een regular foul. Het is niet gewoon dat. Wordt ook verder niemand door niemand aanspraak opgemaakt dat het iets anders was. Ja, Luc Van Bree vond het niet. Hij vond het helemaal geen fout. Nee, ik denk dat hij eerder vond dat het een aanvallende fout was. Kovac is goed, staat lekker te spelen. Stevige kerel, ook redelijk bewegelijk. Heeft zo'n beetje in, ik weet niet, rood-wit-blauw of iets dergelijks. Dat ziet er altijd vervaarlijk uit. Ja, het zal wel met Luxemburg, het is ook een Luxemburger. Kijk. Hij speelt ook in de Luxemburgse jeugd, nationale jeugdteams. Zit er dan dik in. Het blauw van Luxemburg is ietsjes flatser dan het Nederlandse, maar verder scheelt het niet zoveel. En Zekwezi, je mist niet voor het eerst. Op zich natuurlijk wel degene die je die ballen wil laten nemen inside. Dubbel pick op de chance. Dan komt Colin helemaal open, kan even naar huis bellen. Staat de bok maar koud. En de bal is mis, maar wel opgeraapt. Brace, die moet erin, jongen. Die moet er absoluut in, en de jong. Gas geven. Gevaarlijk, gevaarlijk. Dan wat laat bij Enzikwezi, maar dit is prima gedaan. Prima gedaan en ja, fout getrokken. Die fout zag je van verre aankomen. King gaat naar de lijn. Nou, Goris loopt ook een beetje het mank daar. Hij loopt een beetje met zijn linkerbeen te trekken. Een beetje, meer dan een beetje. Het zou niet prettig zijn als ze die ook nog kwijt moeten raken in deze wedstrijd. Absoluut. Want die doorgroeide vanuit de promotiedivisie, Nino Goris, bij Landsmeer, als ik me goed herinner. King, ja, met zijn free throw troubles, zo bij tijd en bijle heeft hij daar wat moeite mee. Deze bal was kort. Ja, afgelopen wedstrijd was hij feilloos. En deze was ook weer heel kort. Troubles zijn eventjes terug. En Gorissen, raketten aan. Gaat daar langs. Ja, makkelijk gedaan door Gorissen. Maar mag natuurlijk eigenlijk niet gebeuren. Hij is natuurlijk wel vlug. Maar zomaar bij de ring gekomen. En dan de chance. Ja, dit is zijn game. We zeiden het al eerder. Mooie bal die vorige was iets te hard. Deze precies goed. Ja, Gorissen die ooit inderdaad bij Apollo meetrainde en toen afgetraind werd. Omdat hij te zwaar werd bevonden. Oh, mooie switch van Kovac. Nou, hij is stevig gebouwd, Gorissen. Dus een beetje in shape moeten komen. Maar hij ziet er absoluut afgetraind uit. Spiermassa erbij gekregen op de armen, op de schouders. En daar zat Brees goed tussen. Dan de bal blijft bij Enzikwezi pas op voor 3 seconden. Nu King bijna 3 seconden. Opgelost. 4 seconden op de schotklok. Net op tijd, of niet? Ja, net op tijd. Niet de ring geraakt. Ja, niet de ring geraakt. Wel het bord, niet de ring. Die regel over... ooit waren er andere regels gesproken. Dat is ook ooit aangescherpt lang geleden. Je moet de ring raken. Ja, precies. Want er werd vaak nog gewacht als die bal uit die handen was. Dan was hij natuurlijk op tijd. Van ja, raakt hij dan de ring nog? Dan moet hij doorspelen. Raakt hij de ring niet? Dan is het meteen klaar met het verhaal. Koorn, bijna. De vorige bal van hem ging erin. Die ging denk ik via, ja inderdaad. Ja. Zo zag ik het ook. Ging via Bolden Brace. Dan wel met 3 heldenaren in de rebound en maar 1 verleiden. Maar zolang je de bal maar hebt, Martin. Ja, maar ja toch. Ik weet nog hoeveel rebounds Den Bosch wel niet pakte tegen Leiden. Nou, iedereen staat stil. Niemand, maar dan ook niemand beweegt. Die gaat het dan oplossen. Ja, dan is er nu heel veel ruimte. Dat is dan goed gedaan.
niet de schutter. Hij kan het wel, maar niet de schutter bij Leiden. Dan ja, met De Jong en Lechance en Van Bree op de vloer. Zijn dat misschien je voorkeursschutters? Foutje gemaakt door Van Bree, zo te zien. Die zijn tweede maakt. Heeft zijn derde al. Zijn derde fout al. Zal naar de bank gaan, neem ik aan. Nee, niet. Ja, nee, niet. Ja, nee, toch blijft hij staan. Ach. Oh, daar zat goed. Ja, Kenk tussen kwam Brussen toch een beetje in de knel te zitten. De bal die karamboleert in Leidse handen uiteindelijk. Als u zich misschien afvraagt waarom doen spelers dat, dat ze met de binnenkant van hun hand over hun zolen gaan, dat is toch vies? Maar misschien een beetje, maar dat is vaak gewoon om je handen wat stroever te maken. Dan heb je een beetje zweethandjes en dan weet je dat stof en dat gruis van de vloer. Dan maak je je handen weer een beetje stroever mee. Het is ook wel een, ja, iets om je comfortabel dan te voelen of dat je gewoonte is. Kijk, je ziet het nu bij Brace en bij De Jong gebeuren. Het is een gewoonte, maar het heeft ook wel een functie. Waarom vegen ze het dan niet aan hun kleding af? Nou ja, die is op een gegeven moment ook helemaal drijfnat. Dus dat maakt het vaak niet beter. Dus dan moet je wat anders verzinnen. Oeh, er stond... Ja. En Hamming buigt het hoofd. Daar stond Luc Van Bree op de zijlijn. Ja, dat vind ik een fout van twee mensen. Van Bree zelf natuurlijk op die lijn staat. Maar ook degene die hem dan de bal geeft. Als je ziet dat hij buiten het veld staat. Ik vond het ook niet een hele logische paas daar. Het was daar al heel druk. Er lag geen ruimte. Veek van Kovac. Dat trapt de King in. Maar die kan goed recoveren. En dan toch een foutje gemaakt. Derde teamfout van Zorg en Zekerheid. Brace. Kovac. Drukt af. Te kort. Rebound. Ja, door Halman. Yeah. Nee, door Brussen, pardon. Dus niet uitgebokst van Enzo Crazy. Kijk, iets te veel naar de lichaamsbouw en niet genoeg naar de details. En ja, een charge gepakt. Goed gedaan door Luc Van Bree. Op Idada. David Idada. Gaan we nou krijgen? Heb je overigens het idee, Martin, dat nou, je zou kunnen zeggen, er zijn misschien iets meer wedstrijden in wat kortere tijd. Maar is er een technische gefloten? Oh, laten we het daar dan vooral eerst over hebben. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. We krijgen een vrije worp van Marijn. Terwijl, Dan was dat, neem ik aan, een opmerking over die charge. En ik zie geen bolletje knippen bij een speler. Dus dan zou het de bank en of de coach moeten zijn geweest. Ja. Dus. Je vraag. Ja, sorry. Nou, er is veel blessures bij Den Helder. Heb je nou het idee dat als er dan meer blessures zijn, het lijkt nu dat een aantal ploegen daarmee te kampen heeft, van komt dat dan door minder goede voorbereiding kunnen hebben door corona, nu opeens redelijk wat wedstrijden spelen, of zijn dat ja, toch ook wel willekeurige dingen, gewoon pech? Of heeft het met overbelasting te maken, denk jij? Nou ja, overtreding. Weet je, Tom Koopman raakt geblesseerd op een training dat ze een alternatieve training doen, zaalvoetbal. Dan ga je door je enkel. Ja, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Ja. Schouder uit te komen van Boyd van de Vuurs de Vries bij een valpartij in een wedstrijd. Kan gebeuren. Ik bedoel. Ja, er zit ook wel. Helemaal vrij onder de ring. Wel uiteindelijk nog goed ingegrepen door Enzo Kwesi. Hij had er eigenlijk wel in gemoeten. En ja, nu opeens wordt er veel gefloten. Foutje van Kovac. Ja, Leiden gaat misschien ook het tempo een beetje opvoeren na die 24 seconden van daarnet, wat wel heel lang uitgesponnen werd. Ja, weinig spelers die echt lekker in de wedstrijd zitten, aanvallend of verdedigend. Ja, er gingen wel wat schotjes in bij dezegene, maar ja, niemand eigenlijk waarvan je tot nu kan zeggen, goh, die onttrekt zich even hier aan en geeft het goede voorbeeld. Dat gaat natuurlijk absoluut komen, bijvoorbeeld deze bal met contra-effect door De Jong. Ik kijk dan heel vaak als hij een layup heeft gescoord nog eens even achterom, dat hij eigenlijk toch nog wel een bonus had gewild. Krijgt hij eigenlijk zelden. En hier is het Brace. Mooie matchup met Ververs. Stap door. Beetje ziekenhuispaasje, maar toch veel ruimte. Oh, dan krijgt die bal niet lekker, Halman.
Nu met de Twin Towers weer spelend, Den Helder. En met Halman en met Brussen en ingeleverd. En dan is het Den Helder dat Leiden een koekje van eigen regen wil geven. Door te rennen en Bolden Brace on the break voor 3. Ja, Den Helder is gewoon de betere partij in de eerste helft. En Leiden is natuurlijk te schutteren tegen die verdediging. Joh. Ze wonnen het eerste kwart met 2 en tot nu toe winnen ze dit kwart met 4. Nou, Finky, ja, dat is het enige eigenlijk wat Leiden kan verzinnen. En dan is ook iedere keer Den Helder, nu ook weer 3 tegen 2, daar heel snel uit. Leiden wordt helemaal weggelopen. Ik neem aan een time-out. Nou, er wordt geen time-out genomen. Leiden laat zich gewoon weglopen in deze fase. En ja, er zal eventjes gewoon bezinning moeten komen. Een goede play. Ja, ze weten totaal niet wat ze moeten doen, joh. Ja, Pots. Ja, hele felle aanmoedigingen van de Helderse bank, begrijpelijk. Ja, nu wel goed en zijn kwestie gevonden. Ja, dat was natuurlijk wel prima aanval, geduldig. Van binnen naar buiten en weer terug naar binnen. Schutje valt niet. Nee, maar Goros vind ik ook niet echt de driepunt schutter. Hoewel die in die wedstrijd in oktober natuurlijk wel die winnende drie punten erin schoot. Die, ja. Het was wel een mooie bal van Finky. Up and under. Mm-hmm. Yes. Ja, klopt. Dat was wel uit het hoekje. Dus ietsjes dichterbij. Nee, het is zeker geen schutter Goros. Nee, het is er iemand die op snelheid de verdediging moet aanvallen. Ja, echt een creator, een bijtertje. Die, ja, dat is natuurlijk wel voor een flotertje of een leeuwtje. Kan maar het beste. Kijk, en dat doet hij ook uitstekend. Dit kan doen. Een beetje zoals Aaron Royer in zijn carrière begon. Dat werd later wel wat meer een scorer. Maar dat was ook zo'n speler die ja, moest het gewoon hebben van intens. Oorlog maken, driven en dan afgeven. Nou, Leiden zoekend. Dan Ezequezi, die het niet heeft vanavond. Probeert zich een beetje in de wedstrijd te schieten. Lukt nog niet. Nou, dan zie ik wel dat Goris moe aan het worden is. Hij zal niet de enige zijn, denk ik, die straks blij is dat hij Helders kopje thee kan gaan drinken. Een aantal mensen bij Den Helder die gewoon bijna fulltime in het veld staan. En dan krijg je ook dit soort foutjes. Ver, ja, de Jong was iets te ver. Mooie fake, mooie paas, mooie assist, mooie dunk. Timeout. Dat was een soort Theo Kroepmanbal. Je gaat de drive in, je fake achter je rug dat je een paas. We hem op de replay hebben, daar komt hij, denk ik. Ja, ja. Ja. Even geweldig. Achter de rug faken en dan toch voor langs pasen. Theo Kropman van Den Bosch, hè, vroeger. Ja, klopt. Dat was de backup point guard achter Jan Dekker en Danny Kramer. Dat is nog eens even een backcourt, Martin, hè? Ja, ja. Ai, ai, ai. Dit Nederlands team was nog leuker met Mitchell Plaat en Danny Kramer. Ja, wat een wilde. Even kijken, komen er nog een aantal replays voor u langs. Nou, hier die bal die erin rolde op de break voor Halman. Ja, en passant nog even vertellen dat het wat er in Amsterdam aan de hand is. Daar staat het met nog 2 minuten te gaan. 47-45 voor Apollo tegen bal. Oh. Dus misschien halen beide ploegen de 50 nog. Het is echt... Je college, we hadden het al eerder over college. Beetje ja. College stand. Ja, maar ja, Apollo schiet 30%. Bal 25%. 25. Ja, 16 naar 62. 3 punters, 4 uit 27. Ja, mooie highlight play hoor, die Martin legde net al uit. Je haalt dan eigenlijk een beetje nadrukkelijk de bal achter je rug. Dan doe je alsof je een behind the back pass geeft. En dan als je dat langzaam doet, dan denkt die verdediger, oh maar ik heb je door. Maar dan haal je hem op een gegeven moment weer terug. En dan pas je hem toch nog aan dezelfde kant als waar die eerste die bal had. En ja, dan ben je er langs. Ja, die uitjes waar we net over hadden, Kropman, die had het Wayne Brabander zien doen van Real Madrid. Die paasde, fake alsof hij achter zijn rug paast. Hij haalt hem terug en dan heb je gewoon een open layup. Het is heel leuk om te doen als je de bal een beetje tussen je hand en je pols kan klemmen. Dat kunnen de meeste basketballers wel, dan lukt dat wel. Je kan ook voor aap staan, want als je dat dan te snel doet, dan vliegt hij gewoon uit je handen. En dan maak je een turnover. Dat zal je Rudy de Jong niet zo gauw gebeuren. En in ieder geval terug voor de laatste 2 minuten. Ja, mooie drive, maar heel makkelijk weer bij de ring gekomen. Geen rim protection bij Leiden. De laatste man daar is Ezequezi, die het ziet gebeuren. Nog steeds een zone bij de Suns. Ja, dat zal niet veranderen vanavond. Ja, zeker als het zo blijft gaan natuurlijk. Steeds een puntje of 6 met moeite. En de bal is voor de Suns. Big to big play lukt niet.
tussen Enzo Kwesi en Finky. Nee, dat was weer een dribbelmistake van Enzo Kwesi hier. Ja, het balletje bleef wat laag, maar stuit hij niet hoog genoeg op. En dan kunnen die lange lijven, het is gewoon wat lastig om dan die bal nog te pakken. Ja, een hoekschotje valt goed voor Halman. Ja, we kijken op een iets kleiner schermpje, beste mensen. Dus daarom, het was denk ik Brussen, mijn excuus daarvoor. Maar ik kijk een beetje naar de lengte. Het is een beetje dezelfde kleur schoenen. Dan haal ik ze nog wel eens door elkaar. Hier, Pots. Is goed. Ja. Nou, we hebben in ieder geval één kijker die wel weet over wie Kropman was en wie Brebben er was. Dat was Bert Krachtwijk. Uiteraard. En die informeerde meteen naar mijn leeftijd. Net zo jong als Bert. Nee, jij bent nog wat jonger. Ja, precies. Ja, met nummer 2 zien we inmiddels in het veld. Xion Rivers. Yes, sir. Xion Rivers. Moet ik meteen denken aan David Rivers. Vroeger speler in de NBA, maar toen ook in Europa. Ook nog te bewonderen geweest op de Haarlem Basketbalweek. Hele spectaculaire guard. Ik denk dat dat in 1993 was. Want echt een Europese basketballegende geworden. Antibes, zegt onze regie. Dankjewel, regie. Olympique d'Antibe. Ja, meer waarschijnlijk clubs. Meerdere clubs wel. Ja, ja, ja. Kom ook nog in Griekenland. Hier is het Enzo Kwesi. Ja, mooie high-low naar Finky die dat goed doet. Prima. 3 puntjes. Ja, Leiden sluit toch weer een beetje aan. Zijn dit kwart met 1 punt aan het verliezen. Kunnen dit kwart zelfs dus nog gaan winnen. Rivers. Pas op verlopen. Oeh, ook pas op verlopen. Maar Kovac legt er wel in. Prima. Ja. Nu is Leiden dit kwart met 3 punten aan het verliezen. Maar ze hebben de laatste aanval. Nee, een steal. En oeh, gekraakt. Die paas van Kovac. En dan niet gekeken naar de tijd. Maar afgedrukt. Slim van Post. Die er zijn tweede drietje in een paar seconden inlegt. En dan nog een buzzerbeater. Oeh, goede richting, iets te kort. Gelijk spel dit kwart. Ja, soms is het wel leuk zijn om een keer een microfoontje in de kleedkamer te hebben hangen. Van wat er nou, wat er nou gezegd wordt. Wie er nou wat gaat zeggen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat Bertie de Jong als de eminence gris van dit team misschien zijn mond open trekt. Want de coaches die gaan eerst nog even afwachten tot ze de statistieken hebben. Dat is waar, ja. En Howard gaat ze nog wat influisteren over verdediging dergelijke. Ja. En die komen dan naar de kleedkamer. En dan heb je natuurlijk al een aantal minuten gehad dat er gewoon even wat gezegd kan worden. Ja, spelers onderling. Nou, dat zal ook zeker gebeuren. Ja, klopt. De coaches zitten ook een beetje te zuchten. Zuchtsteun en kreun. Ja, Hamming natuurlijk links en Philipsen rechts. Ja. Onze cameraman hebben door waar het over gaat. Dankjewel daarvoor, Koos en Remco. Ja, Martin, stel dat Den Helder nou zonder blijft spelen. En je hebt uitgelegd, je zit er wel in. Want het werkt en het is ook vaak een manier om niet te veel in foutenlast te komen over het algemeen. En dat is wel handig als je weinig wissels hebt. Mm-hmm. Wat moet Leiden dan tegen die zone doen in het derde kwart? Nou, eigenlijk moet je zorgen dat je zo snel speelt dat die zone er niet eens kan staan. En als die zone er staat, heel snel die bal laten roteren van kant naar kant, zodat die zone moet werken. En als je nu de bal te lang stilhoudt op één plek en dan gaat wachten tot de center is overgekomen naar de high post, zodat je naar high low kan spelen. Ja, dat duurt zo lang, weet je wel. En dan wordt die verdediging ook niet moe van. Mm-hmm. Dus als je die bal van de ene kant naar de andere kant laat gaan, via de high post, met een skip pass weer naar de andere kant of wat dan ook. Ja, dat er veel meer beweging is, dan moet zo'n zone ook veel meer gaan werken, want die gaan ook geen open gaten willen weggeven. En op deze manier, zoals Leiden dat nu doet, gebeurt dat natuurlijk wel. Ja, en dan is het ook misschien. Dan denk je naar Leiden schiet pet. Dan zie ik hier 51,5% staan. Denk je, nou ja, dat valt er nog wel mee. Prima, ja. En Den Helder 52,9. Ja. Ja. Daar is weinig op aan te merken, inderdaad. Hè? Het zijn best hoge percentages. Ik bedoel, boven de 50 field goals is op zich gewoon goed. Ja, precies. Second chance points 4-2 voor Den Helder. Dat valt dan ook nog wel mee. Vind jij als je tegen een zone een open driepunter krijgt en je mist hem, vind je dat dan een goed schot? Ja, want dat was open. En tegenwoordig kunnen we allemaal aan driepunter schieten. Oké, okay, dus dat je zegt gewoon open driepunter gewoon nemen? Gewoon nemen, maar probeer het wel te variëren. Probeer ook die bal wel eens een keer in een post ergens te krijgen of nou een high post. Als je de bal bij de high post krijgt, ja, dan heb je veel meer ruimte aan je zijkant om daar de bal te spelen. En je hebt ook nog een paas die je naar de low post kan spelen. En zo'n high-low option of zo zou je kunnen doen. Dus ik vind het een beetje te statisch wat Leiden doet. En dat speelt Den Helder in de kaarten. Die worden er niet moe van. Ja. Ik bedoel, ik een rustig stoeltje neerzet. En denk van nou, onze verdediging staat goed. Ja. Ja.
Zit goed in elkaar bij Den Helder. Leiden hangt er natuurlijk gewoon prima in. Maar zullen gewoon, ja, of gewoon, zullen wat moeten bijstellen. Martin, ik weet niet of je de statistieken al even hebt kunnen inkijken van de eerste helft. Nou ja, dingen die jou opvallen erin? Nou ja, beide ploegen schieten wel een redelijk hoog percentage. Bal heeft één, of bal. Den Helder heeft één keer meer geschoten dan Leiden en ook één keer meer raakgeschoten. Dus dat is dan die twee punten verschil. Reboundend ontlopen ze elkaar niet zoveel. Turnovers, ja, Leiden iets meer turnovers. Ja, dan, verder valt op dat in 19 minuten Ben Kovac 17 punten scoort dankzij een 6 op 10 field goals. Waaronder 2 op 5 drietjes en 3 op 3 vrije worpen. En verder had hij ook nog 4 assists en lokte hij 3 fouten uit de man van de eerste helft, Ben Kovac. Hier Gorissen. Big to big. Daar gaat Brussen. Daar zit heel goed Diddy Potts tussen. Weet de bal goed binnen te houden. Kijken of Leiden een lekkere urgency begint. Ja, goed gedaan door Ezekwesi. Draaien, keren, inleggen. Gelijk. Volgens het diep in de paint gekomen. Ja, mooie backdoor daarvan. Bolden, race. Ja, hoe kan je daar zo verder achter lopen? Ja, alle ruimte. En al eerder gezegd, als je bij de ring komt bij Leiden, staat er niet vaak een shotblokker of een andere clearkast die je van gedachten doet veranderen. Een mooie floater van Potts valt net ernaast. Ja, veel beleving op de Helderse bank. We kunnen het goed horen hier onder ons. Snel doorgegeven, maar dus dat vind je goed tussen. Bal blijft bij de Suns. Ja, in Amsterdam hadden ze toch allebei net de 50 gehaald. Er is verlenging bezig, nog 12 seconden. De bal staat 4 punten voor. 63-59. 8 seconden op de shotklok. Nou, Brave had 2 keer toe in de problemen en dan de bal niet bij Kovac gekregen. De bal lijkt dus te gaan binnen in de Apollo-hal. Ja. Er komt ook nog een vrije worp aan voor bal. Dus dat gaat dan toch nog gebeuren. Eindstand staat er 59-64. Vinkie. De statistiek moet er nog terug. Nou, Amsterdam was Wilson nog topscorer met 20 punten en ook nog 18 rebounds. En aan de Amsterdamse kant Berendwijs 14 punten. En we gaan ons nu weer volledig met deze wedstrijd bezighouden. Nou, er wordt wel wat feller meegeschoven door Leiden. Schotklok overtreding, net niet. Of eigenlijk een soort van wel, maar Leiden had de bal al. Potts haalt de trekker over. Ja, maar dit niet. Zijn toch een beetje, ja, waren meer opties. Lopen, nog een keer lopen. Wel wat contact, maar geen call. Leiden er langs. Ja, goed gedaan of Ververs kan zomaar bij de ring komen. Antoine. Neem ik aan, ja, daar komt hij. Stand gelijk. En een bonus nog voor Marijne Ververs. Nou, dan kan Leiden voor de eerste in de wedstrijd op voorsprong komen. Oh, eigenlijk waar. Nog geen keer, ja, wel al gelijk gestaan. En 0-0 sowieso, maar nog geen keer voorgestaan. In de eerste helft is het 1 minuut 1 gelijk geweest. En de rest heeft Den Helder voorgestaan. Ja, en het is gelukt, Martin. Leiden met 1 puntje voor. Een moeilijke bal van Kovac. Goed erop gezeten door Potts. En de Jong die meteen tempo probeert te maken. Kijk of Vinkie kan afspelen. Of gaat hij zelf? Gaat zelf. Yes sir. Goeie bal. Ja, tegen Hamman. Hamman die helemaal bij de driepuntslijn gaat staan.
voor veel ruimte zorgen. 7 seconden. Moet Goris het alleen doen. Ring wel of niet geschampt. Oeh, die paas is precies op maat. Prima bal van de Ververs op Enzo Kwesi. Leiden begint aan een kloofje te werken. We staan al op plus 7 in dit kwart. Zorg er zeker uit. Ja, goed overheen gepaast. Ja. En dan is het bij Leiden al eerder gezegd. Als je bij de ring bent, 2 punten. De Jong, mooie Eurostep. Maar oeh, daar gaat hij neer. En geraakt, kan weer opstaan gelukkig. Dat hij op zijn bovenbeen geraakt leek het. Gaat Den Helder dat uitbuiten. Hoge rebound door Potts. Als ik weet hoe snel geschoten kan dat wel. Maar ook niet helemaal het schot wat je wilde. Den Helder kan weer gelijk komen. Ja, weer een halve backdoor. En fout gemaakt. Door Ververs. Idara komt er weer in. Idara nog wat vet op de botten kan kweken. Dan ook nog wat stijfjes. Maar wel een zeer goede lengte. Ik denk dat hij langer is dan Finky. Met dat haar erbij zeker. Ja, volgens mij was het iets van 2.10 of 2.12 of zo. Een beetje qua motoriek aan Crack Outside Your Woman denken. Ja, zo een jonge speler. Ja, het zou leuk zijn als hij zich verder kan ontwikkelen. En wie beter dan Peter van Noord, zeker voor de big man, om dat te doen. Die bal misschien een beetje toevallig beland bij Brussen. En Den Helder is weer helemaal terug. Maak even een run van 4-0. Ja, ik weet niet wat Finky daar wil doen. Een 3 punten nemen. Een meter achter de 3-puntslijn toch ook niet. En dan heel makkelijk ingelegd. Goed gedaan door Brace. En Leiden met een kortdurende voorsprong. Daar gaat een wissel aankomen. Dat zo te zien King. Die daar naar de wisselstoel wordt gestuurd door Hamming. Ja, die zone van Den Helder die bevalt ze natuurlijk prima. Daar gaan ze niks aan veranderen. Oeh, die bal die waait er nog bijna in voor de Jong. Wel straks 2 vrije worpen. Kijken wie eruit wordt gehaald. Ik denk Finky. Dat is een gokje. Voor King. Ja, inderdaad. Ja, Finky een klein beetje gestraft voor net die aanval die mislukte. Ja, Jens is er ook in. Dus misschien is dan volgens mij Potts er ook uit. Boog is goed bij, Jong, bij de Jong, maar het schot zelf ietsjes te kort. Hier raketten aan bij Gorissen. Idara ingeleverd. Ja, goed gedaan door LeChance. Krijgt de bal bij de Jong. Wordt een alley-oop. Yes, sir. En een beetje klantenbinding voor ons. Dat is een vastbreek uit het boekje. Ja. Weinig dribbelen, wel pasen en afdunken. Prima gedaan. Ja. Leuk voetenwerk, maar ook goed verdedigd. En Sequezi dit keer op Brussen. Bal ja, afgevangen door Ververs. Naar de man met dezelfde kleur schoenen. King, die krijgt denk ik lopen. Ja. Hij zegt, ja, er zat nog een beetje iemand tussen. Timeout. Ik zit even te kijken, wie gaat die timeout ja, nemen? Ja, inderdaad. Ja, Den Helder staat een bolletje. Dus dan ja, kun jij niet zien, denk ik, momenteel door de extra reclame die er aangebracht is. Maar bolletje staat bij de Suns. Ja, ik zie daar inderdaad 2 bolletjes staan. Ja, ik denk dat de Suns toch even... Het kan ook zomaar een time-out zijn om je spelers gewoon extra rust te geven, hoor. Ik bedoel,
Die mooie touchdown pass van Ververs op Enzekwezi. Ja, het is ook niet zo dat Den Helder nu heel veel dingen verkeerd doet opeens. Ja, dat is waar. Nou, als je weinig kan wisselen inderdaad, dan is het gewoon, ja, het is gewoon een minuutje rust. Of eigenlijk nog ietsjes meer, want er wordt altijd wel een beetje mee gesmokkeld. Ja, op die scheidsrechter zei, ja jongens, het is tijd, kom op nou. En dan, ja, dan rond je een beetje op je gemakje af en dan smokkel je zo bijna 2 minuten bij elkaar. Ja, precies. We moeten in principe 10 minuten, of 10 seconden voordat het einde van de time-out is, moeten de scheidsrechters dat gaan zeggen. En die komen ze altijd achter. Kom op, spelen maar. Precies, even. Kijk, je ziet het, dan lopen ze naar Den Helder toe. Kijk, Leiden staat al op het veld. Den Helder, nou, doen ze toch wel chic. Maar ja, dat is gewoon de truc. Ook gewoon zo snel mogelijk op een stoeltje gaan zitten als je moe bent. En echt die tijd gewoon optimaal benutten. Even goed drinken natuurlijk. Even afdrogen en dan moeten ze weer tegenaan kunnen, de mannen. Uit de kop van Noord-Holland. Ja, Idara, die eigenlijk niet overdenkt om zelf een aanval te gaan doen. Of gaat hij het toch doen? Misschien denkt hij van, nou, het pakt toch meer een dienende rol. En ja, bal ingeleverd. Het is natuurlijk een prima aanspeelpunt, maar misschien voor hem goed om vooral door te pasen. Ja, ik denk dat hij als pasend punt beter kan functioneren. Hij is natuurlijk nog hartstikke jong, onervaren. En om dan meteen al van die post moves te gaan maken tegen spelers die wat ervarener zijn. Nou, Zonne van Den Helder stapt ook goed uit. Ja, dat was jong op zich vrij. Maar een paar keer kwamen ze tot ver buiten de drie. Dus prima gedaan door King op het randje van de schotklok. Ja, Leiden toch weer aan een voorsprongetje aan het bouwen. Eens kijken of ze het nu definitief kunnen doen. Ze waren net al even plus 5, maar toen kwam Den Helder weer helemaal terug. Daar weer, oh, wat opzichtig, maar kan nu bij de ring komen en ja, dan inleggen, hè, tot groot plezier van de bank hieronder. Blijkbaar ja, zag men dat toch als een half soort van flopping, dat de verdediger, King in dit geval, wat te makkelijk naar de grond ging. Ja, dan moeten ze gewoon een technisch... Maar het leek het mij niet een flopping hoor. Als flopping was, moeten ze een technische fout geven. No-call en dan, hup, zomaar, of nou ja, niet zomaar, goed erin gelopen door Kovac. Ja. En het is weer gelijk. We zeiden net, kan Leiden die plus 4 uit de diepe. Nou, niks is minder waar. De chance. Ja, dat doet hij graag. Instappen voor een beter schot. Ja, het is echt puur een speler die ja, ook vanaf de midrange, vanaf de driepuntslijn, die echt tot die schotjes moet kunnen komen. En dan is hij effectief. Brace, goede fake. Swish. Goeie bal. Ja, Bolden Brace die een goede wedstrijd speelt. Net zoals onder andere Kovacs, Gorissen, ook Solid, Brussen, Halman. Nou, eigenlijk zo'n beetje iedereen die we zien bij Den Helder draait lekker mee. King, oh, veel te hard. Over de ring heen gegooid vanaf zijn favoriete linkerkant. Kijk of Leiden stop kan maken. Kovacs. Ja, twijfelt geen moment. En het wordt een 4-point play. Ja, de bank ontploft hieronder van de Suns. Ja, het moet niet te lang meer duren dit spel. Of er gaat gewoon een flinke stunt aan zitten te komen hier in de 5 mei al. Trotse lijstaanvoerder Leiden die toch even wankelt. Ja, nog lang te gaan, nog een heel kwart. Ja, maar ja, als je eenmaal zo speelt, dan wordt het lastig om het om te gaan draaien. Die geeft Den Helder natuurlijk zuurstof en dat heeft Den Helder ook helemaal zelf afgedwongen. Zeker ook deze Kovacs die al drie kwarten lang sterk speelt. Oeh, deze laat hij dan even liggen. Idara. Ja, bal voor Leiden. Ververs stond op de lijn. Aanvalsrebound voor de Suns. Teamrebound voor de Suns. Ja, exact. Ik verbaas me dat Hamik maar geen time-outs neemt, joh. Ik bedoel, het is toch. Ja. Het is gewoon niet best wat Leiden laat zien. Ik bedoel. Ik kan zeggen, misschien hebben we ze nog nodig als het spannend wordt. Maar je hebt er 3. Dan had je er toch inmiddels misschien wel 1 kunnen nemen. Nu kun je natuurlijk zeggen, het is nog maar 1,5 minuut. Maar goed. In 1,5 minuut kan nog best wel veel gebeuren. Ververs met een mismatch. En daar Le Chance, dat is wel zijn schotje, maar die valt niet.
Ja, goed gerebound door Ezekwesi. King naar de linkerhand. Charge of niet? Nee, blocking foul. Tot teleurstelling van de bank waarvan Noord zegt. Jongens, wel meeleven, maar niet te veel gaan staan en springen. Want ja, een beetje op je stoel blijven zitten van de scheidsrechter. Scoren. 15. Oh, dan had ik even gemist dat die bal er nog in vloog. Ja, hij vloog er nog in. Alright. Nou, mooi voor Ezekwesi. Pardon, voor King. King. Hij appelleerde ook meteen. Juist. Was op het randje, maar... Maar het was wel goed werk van Ezekwesi in de rebound. Want die drie punten van de Lecens ging er ook niet in. En Den Helder leek hem eigenlijk op te kunnen rapen. King, na die twee eerdere gemiste vrijworpen, nu keurig... Accuraat. Gorissen, niet helemaal zijn game, maar die was open. Net niet voor Nino. En ja, King kan dit. Maar nu even niet. Airball en alle punten kwijt. Voor Leiden, dat zeiden we dan wel eens op het veldje. Kijken of de Suns... het is niet de laatste aanval van dit kwart, maar in ieder geval... een voorsprong wat kunnen uit gaan breiden. Het is wel zo'n wedstrijd waar het puntje is. Dan meestal Leiden net een punt of wat achter. Maar het is het verschil ook voor de Suns. Behalve helemaal in het begin misschien, Martin. Ik weet niet wat de biggest lead was. Kunnen we wel even opzoeken. Maar ja, verder is het steeds zo'n puntje. Zes punten. Of 4-5-6. Ja, precies. 23-17. Ja. Ik zie nog een biggest lead van 8. 8-30-38. De biggest run. Van 8 in het tweede kwart, ja. Ik keek naar de biggest run van 17 gelijk naar 17-23. Stil van Ezekwesi. Niet zo fraai om dan die inbounds in te leveren. Ja, heel basketgericht altijd King. En doorgedunkt door Emmanuel Ezekwesi Leiden een puntje voor. Krijgt nog heel even de bal terug straks. Ja, dat is een difference, verschil van 3 à 4. Dus als het een helder wijs is, dan spelen ze het echt zo lang mogelijk uit. We Leiden niet een seconde of 10 geven. Ja, dat hebben ze wel door. Prees kijkt ook naar de shotklok. Drukt de tijd af en gooit die bal erin. Prachtig drie punten van Bolton Brace. Nog 1 seconde en dan nog een fout of niet, of een charge. Niemand is in de penalty. Wat is de call? We got 1 second wordt hier geroepen. Ja, door Den Helder. Dus ik neem aan dat de fout tegen Riley Lechance was. Martin, kun je dat allemaal volgens scheidsrechters gaan even overleggen? En wat er gebeurt met de tijd. Of de tijd nog ietsjes wordt teruggezet. En Schumann gaat dat nu bekijken. En ik stel voor, regie, dat wij ondertussen even naar de sponsors gaan. Is dat goed? Nee, we gaan nog door. Gaan we nog door? Ja, of toch wel? Sorry. Maar laten we daar dan even op wachten inderdaad. Komt er nog tijd op de klok? De 2 minuten lopen al, omdat het is op zich ook wel begrijpelijk. Maar die worden nu stilgezet. En zegt Schumann... Dat is maar nog steeds niet duidelijk. Mohamed, even... 0,5. Ja, je hebt helemaal gelijk, Martin. Dan was dat dus afgesproken. De bal is voor wie? Ja, is voor de Suns. Ja, omdat Lechance buiten het veld belandde. Al was buiten het veld. Ik dacht dat het misschien ook een fout was, maar... Ja, in ieder geval... Buiten het veld of lopen. Volgens mij was het inderdaad geen fout. Gewoon, goede stiel van Post. En... te hard. Dat is een beetje een situatie als in Rotterdam van het weekend. Leiden die een goede stiel pakte op het laatste moment. Martin, wij pakken eerst dus even onze sponsor mee. Zijn we over een minuutje bij u terug.
krijg een heel mooi appje binnen van Jacob Bergsma. Maar met dank ook aan Albert de Vries. Bij Apollo Ball eindigde vanavond het tweede kwart in 7-4. Die 11 punten, dat waren de minste punten ooit door twee ploegen samen in één kwart in een competitieduel. Aller tijden. Historisch avondje dus in de Apollohal. Martin, wij zien op ons scherm de bekerloting. Ja, kun je die kort toelichten? Ja, we hebben geen basketbalcup, want dat is natuurlijk met de NWB erbij. Dit is de DBL Cup. Dat zal waarschijnlijk ook maar eenmalig zijn. Er wordt 9 dagen voor uitgetrokken. Dus na de Elite A en de Elite B hebben we 9 dagen lang zitten we in het bekertoernooi. En nu is het zo dat Donar, Zorgverzekerheid Leiden, Landstede Hemmers en Heeres Den Bosch, het waren nummer 1 tot en met 4 aan het eind van de halve competitie. Die hebben vrijgeloot, die hebben zich al geplaatst voor de tweede ronde, voor de kwartfinale. En we hebben dus 4 wedstrijden geloot die op 24 april gespeeld gaan worden. De kwartfinale is 28 april, de halffinale 30 april en de finale 2 mei en die komt in principe ook op de tv. En heel toevallig hebben de elite B-ploegen tegen elkaar geloot. Dat is wel heel toevallig. En je hebt dus, waren 2 elite A-ploegen, Den Helder en Rotterdam. Simon Seel, Basketball, Feyenoord, die hebben tegen elkaar geloot. Ja, je zag het net in beeld. En die moeten in Den Helder spelen. En laat maar de Rotterdammers in Den Helder 2 keer verloren hebben van Den Helder. Kijk. Maar goed, dat is een ander Den Helder. Daar waren ze wel compleet. Dus het is afwachten hoe of wat. Wij gaan aan het laatste kwart beginnen. Zou we zomaar eens overtime kunnen worden hier vanavond. Ja, voor wie het net even te snel ging. Dus in dat 4e kwart vanavond bij de wedstrijd. Was het het 4e kwart, zeg ik dat goed. Het 2e kwart de wedstrijd Amsterdam tegen Limburg. Ja. 2 ploegen samen, 11 punten. Laagste punten totaal voor 2 teams ooit in een kwart. Goede defense dus van beide kanten. Hier Polt. Die bal is niet helemaal in het midden van de ring. En Leiden moet nog steeds dat achterstandje zien weg te poetsen. En zal ook denk ik willen afdwingen dat Den Helder vermoeid raakt. Koolhoorn is dan wel een van de schaarse wissels die meedraait vanavond. Net zoals dus Idada die we onder andere gezien hebben. En mis ik dan nog een bankspeler. Ja, heel veel groter is de rotatie niet momenteel bij de Suns. Nee, veel groter is die niet. Ja, Rivers, pardon. Ja, ik zie Rivers. Ja. Dus eigenlijk hebben ze een rotatie van 7. Ik zal het even voor u natellen. Zo, die kwam goed bij King terecht. Ik vergis me, ze hebben een rotatie van 8 met de Suns vanavond. Gorissen. Oh, stopping on a dime. Heel snel afgestopt door Kovacs die zich gelukkig niet verstapt. Zijn sokken wel moest ophijsen van die hele snelle move. Doet hij prima, man of the match. Waarschijnlijk nu al definitief te zeggen. En Enzequezi begint ook op stoom te komen. Dit kan hij heel goed. Van vrij ver afzetten. En dan toch een beetje met controle richting de basket te zweven. En hem dan nog met zijn hand heel dicht bij de ring komen. 21 punten, hè, Enzequezi op dit moment. Tja, dat blijft de scoremachine. Dat gaat bijna ongemerkt. We zien er ook 10, als ik het goed zie uit mijn ooghoek, voor Nick King staan. En een blockshot. Ja, daar zat denk ik Enzequezi tussen. Dat kan Leiden rennen. Ik denk dat King was. 3-2. Niet helemaal ideale oplossing, maar wel geen rebound. En 2 maal voor diezelfde Enzequezi. Ja, zijn we weer. Voor mij ging die erin. Ja, we staan weer gelijk. Puntje, puntje. En een hoge score.
Nu al boven de 70 allebei. Een grapte tijdens het eten hier in de hal voor de wedstrijd. Als Leiden weer 96 maakt, net zoals de twee vorige keren, dan moet het toch lukken. Maar ze gaan wel weer redelijk die kant op. Dat schot is wel overhaast van LeChance. En ja, het aanval en rebound bij Leiden zit er weinig in. Den Helden heeft weer rustig de tijd. Verstandig. 6 seconden verder, de bal van Kovac raakt de ring wel, maar natuurlijk ook niet het schot wat je wilt. Leiden kan op voorsprong komen. Oeh, pas op die achterlijnen, LeChance. Ververs drukt goed af. Ja, lekkere drie punten van de captain Marijn Ververs. En Martin, ja, ik weet niet of het misschien toch met die gebroken vinger te maken heeft, waar de jong dus wel mee kan spelen aan zijn rechterhand, aan zijn schothand. Maar maakt volgens mijn gevoel niet heel erg veel minuten. LeChance, die nou ook niet super in de wedstrijd zit, ja, voor zijn doen redelijk wat. Dus ik kan me voorstellen kijken. Dat de jong toch misschien ook wat beperkt is. De jong heeft, of is het alleen maar een gevoel? 25,5 minuut gespeeld. Oh, dat is niet heel weinig. En LeChance nu 14 minuut 50. Ja, dan is het gevoel niet helemaal correct. Oeh, die bal lukt niet voor Gors. Hè? Drietje gezien van Ververs. Kan Leiden dan nu definitief loskomen? Den Helder heeft nog twee time-outs die ze om tactische of uitrustreden kunnen gaan gebruiken. Daar is de jong. Chance vrij open en nee, lukt niet. Goeie rebound van Ezekwesi. En een soort van goede fout. Dat was Gorst die nog flink hoog kwam om Ezekwesi op zijn arm of zijn hand te slaan. Ja, je had het net over Wurt de Jong, die is nou weer in het veld gekomen. Ja, ik zie het. Ja. Maar dan is het meer een gevoel wat nergens op gebaseerd was. En Ezekwesi, de scoremachine van Leiden, die doet er niet een puntje bij. Nou, dat is nog iets waar hij nog wat aan kan werken. Hij is niet de allermeest stabiele vrijworpschutter. Ja, dat is goed. Kunnen de Suns nog een keer terugkomen. Ja, goed ertussen gezeten. Die eerste paaslijn werd afgesneden toen die tweede werd gestolen. En Leiden gaat nu ook goed door naar de basket iedere keer aan Ezekwesi. Dit keer Finky. Ja, en dan zal het niet heel lang duren denk ik voor Den Helder die tweede time-out gaat nemen. Als Leiden zo blijft doordrukken. Oeh, wel short voor Michael Finky. Tweede gaat erin. Michael Jeffrey Finky. 5 puntjes verschil. Veel beweging bij de Suns, maar zeker ook bij Wurtje de Jong, die heel actief is in die verdedigende fase. En dan wel leuk naar de ring gegaan door Finky, maar ook wat zodanig sierlijk dat de kans dat je dan een fout trekt niet zo groot is. En goede actie van twee man. Ververs met Ezekwesi. Ezekwesi die stoomt door richting de 30 als het zo doorgaat. En daar is die timeout van de Suns. En toen nog Finky die even naar de vloer ging om die steal te pakken. Ja, wat zie je goed gaan momenteel bij Zorg en Zekerheid Leiden, Martin? Nou, Leiden begint wel iets beter te verdedigen, iets fanatieker. En dan zie je ook dat Den Helder toch moeilijk heeft om de bal bij de juiste personen te krijgen. Je ziet ook dat ze heel erg gaan forceren. En zag je tegen Goris een bal zomaar in het niets het veld uitgooien. Ja, dan krijg je het toch moeilijk tegen Leiden. Gaat ook wat meer naar de ring. En leunt niet alleen maar op een driepuntschot. Deze paas is ook best moeilijk en Wurt zit er toch tussen.
Ja, dat zal ook een deel voor, met vermoeidheid te maken hebben. Hier ook, kijk, Koorn raakt de bal kwijt, Vinkie duikt naar de grond. We hebben twee terrein. En Brus heeft ook niet zoiets van, ik ga heel veel doen. Kijk, als je echt voor de winst wil gaan, ook al heb je dan, ik weet niet hoeveel fouten die heeft. Pas 1P, dan zou ik toch wel een harde P maken hier, dat Enschede in ieder geval niet scoort. En laat hem dan maar van die vrije worplijn die punten erin schieten. Ja, Luc van Bree heeft in no time met 3 P's gemaakt. We hebben weinig gezien vandaag. En er is 1 man met 3 fouten bij de Suns. En dat is Idada. Ook in vrij beperkte speeltijd. En verder niemand in de fouten problemen. Nee, hier op mijn scherm heeft Kovacs de 3. Martin, ik wil kijken waar zit hij in. Nou, ik zit kijken op het scorebord gewoon. Dus, ja, daar staan er 2. Dus nou ja, zal wel iets bij de scouting niet goed zijn. Ja, misschien dat hij nog even een paar seconden achterloopt. Hier de Suns in het geel. Met dus die Idada die met 3 fouten speelt. Shotklok op 3-2. Oeh, fout getrokken. En de tweede keer een 4-point play. Ik weet niet of die vorige ook van Bomben Brace was, of was die van Kovac. In ieder geval de tweede 4-point play kans van de Suns. Knappe bal hoor. Dat is wel lekker uit een time-out komen natuurlijk. Ja. Nou. Verschil. Kindelijk eenvoudig ingetrapt hoor. Schijnbeweging, je vliegt naar voren. Op een last second shot ook nog. De Jong zoekt het naar een gaatje. Vervas, kort geleden ook van die kant succesvol, maar nu niet. Ja, dit is dan zo'n ingeving van de Jong. Dan wil hij eerst een gewone paas geven en daarna ziet hij dan iets heel moois. Nou, dan loopt het eigenlijk zover goed af dat Leidenwal de bal houdt vanuit de kluts. We zagen coach Peter van Noord met zijn handen in zijn bescheiden haardos van zonde. Ververs aan de andere kant nu. Goed voetenwerk door Brussen. Schotklok, maar gefloten. Op de vloer die fout. Het wordt de 4e teamfout van de Suns. 20. Dat is Bolden Brace. Die pakt zijn 2e fout. Oeh, goed gestolen door Brace weer. Gaat hij door naar de ring. Hij ziet daar Enzekwesi opdoemen. Dat zag er niet heel erg soepel uit van Kovacs. Is dat een gewone fout? Geen T. Nummer 10. En dan zegt Hamink. Tweemaal, het is de 5e teamfout. Ik weet niet of Hamink daar voor een onsportieve pleit. Dat is een interpretatie. In ieder geval overleg tussen hem en de scheidsrechter. Marijn ging ook al keurig staan. Ja, Leiden pas op 2 teamfouten. Ja, allebei goed. Van de captain. Idara voor de jam. 3 puntjes verschil. 2e field goal van hem. Ja, heel veel ruimte. Oeh, Ververs neemt hem niet. Ja, daar nog meer ruimte. Moet hij er een keer in. Lukt niet, gerebound. En Zekwesi op de goede plek. Oeh, 2 shots. Ja, het is nog steeds vol op een wedstrijd. Ja, we zeiden al, overtime zit er ook nog in. Ja. En Zekwesi, volgens mij, staat op 27 punten nu. Ja. Maak er maar 28 van. Ja,
hebben het al zo vaak gezegd. In ieder geval in de tweede helft. Als ze dan dat voorsprongetje kan verleiden, kunnen ze doordrukken. Dit wordt Leiden dus het derde teamfout. En bij Verve was dit tweede. Oeh, misverstandje. Die daar dan niet bereikt. Sequezi staat daar goed als afspeelpunt. En hij kwam wel een harde botsing tussen hem. Ja, hij zag misschien Gorissen ook niet helemaal meer, maar. Ik denk dat hij nu zegt, ik had zelf ook wel een fout gewenst. Er gebeurde daar wel van alles onder de ring. En dit is voor Leiden nu de vierde teamfout. Het begint een klein beetje te dringen voor Den Helder. Het zou wel lekker voor hen zijn als ze weten te scoren. Of Leiden nu ook in de penalty. Vrije worpen weten uit te lokken. Sequezi kan daar goed te hinderen. Oh, bullet pass. Nog een pass. Oh, dan, ja, alleen Idala heeft dan niet nog helemaal de handelingshandigheid. Ja, hij maakt ook wel lopen. Bal, denk ik ook. Rolt over de achterlijn. En geen scoren dus voor Den Helder. Onder de 3 minuten. Als je voor Leiden bent, zou het natuurlijk weer lekker zijn als daar een score uitkomt. Ja, goed rondgepaast, goed vrijgespeeld, maar well short. Weer Enzekwezi, and one. En hij is toch weer de man, Martin, die het letterlijk en figuurlijk openbreekt. Ja, zijn 30e punt. En ik denk niet eens dat hij gemerkt heeft dat Gorissen probeerde hem te verdedigen of zo. Ik denk niet dat hij dat gemerkt heeft. Zo van, wat is een hinderlijke vlieg of zo. Ja, dat zou zomaar kunnen. En ook heel dominant nu in de aanvallende rebound. En Sequezi. En zone of niet, als hij er in die paint de bal krijgt, heeft hij gewoon besloten. En terecht, ik ga gewoon mijn actie maken. Ja, precies. En nu lijkt het toch wel zo'n beetje besloten te worden. 8 punten verschil. Kunnen de Suns zich nog een keertje oprichten. We hebben natuurlijk al 2 keer een 4-point play gezien. Dat schiet natuurlijk ook lekker op. Dat is weer voor de 3-punter. Kovac ook nu beter op de huid gezeten, zeker door de Jong. En een turnover. Ja. De koek lijkt op. Ik weet niet of ze die laatste time-out nog gaan benutten, de Suns. Fouls to give hebben ze niet meer in ieder geval. En wissels, daar gaat Coolhorn toch nog in komen. Ja, voor Bolden Brace. Niet de wissel bij de tafel aangemeld, wordt volgens mij aangeduid. Ja, dat ging inderdaad, Colin trok zijn truitje uit en die ging zonder zich te melden. Van Noor zegt ook, daar moet je naartoe. Zonder zich te melden, dat kan niet. Ik moet echt de wissel aanvragen bij de tafel. Je kan niet zonder dat de tafel ergens van weet zomaar wisselen. De Jong mooi doorgestapt. Ja, deze. Oh, hij was er al. Den Helder wilde lopen. 1 seconde. Te laat op tijd. Te laat. Ja. De spelers van Den Helder hebben niet door dat er al was afgefloten voor 24 seconden. Ja, maar ja. Ze hadden wel de bal. Als Leidenaar de bal had gehad, dan had je hem af kunnen fluiten. Maar volgens mij was dat interpretatie. Ja. Of het ook zo was, weet ik niet, maar dat is dan inderdaad. Geen vastbreek dus voor Den Helder. Onder de 2 minuten. Ja, kost veel tijd en dan komt het toch nog tot de schot dat er inhobbelt. Ja, zeker wel. Van Brussen. Leiden gaat nu weer de tijd nemen, dat is logisch. Voorsprong.
Gaat richting de 1 minuut. Vinky. En nu wel. Ja, nog niet heel erg op schot vanavond. Maar deze is nuttig. En dan is het wel beslist, Martin. 9 punten. Komt er toch... Oh, het is nee, geen time-out, maar wel een wissel. Nee, Grace nee. Mag weer terugkomen. Heeft even een standje gekregen. En een losse veter. Ja, bij Goris, hè. Nou, een standje weet ik niet of Brace krijgt, maar misschien even hem weer de concentratie laten hervinden. Maar wat zal het nog uitmaken? Dat gaat natuurlijk vanzelf blijken. Ze zullen toch graag een driepunter willen scoren, de Suns. Maar ja, wie gaat dat doen? Brace, wel heel ver. En op Idada passen heeft met alle respect niet heel erg veel zin. Kovac, ja, die gaat dat dan doen met iemand in zijn gezicht. Ja, ja goed verdedigd. En een mooie assist op onze cameraman. En dan zegt LeChance, nou, ik ben een beetje achterloos, kan ik die bal wel innemen. Want het is wel in de pocket. Voor Leiden, doet wat het moet doen. Oeh, dit is een ziekenhuisballetje. Maar ja, deze man, als ik weet zie, waar het in de eerste helft iedere keer net niet lukte, of een aantal keren, ja, is het nu iedere keer raak. Zal weer, denk ik, op een heel goed schotpercentage gaan eindigen. Ja, en dus dik in de 30 punten, 33. Ja, hij had hem met rust 8. 25 punten in ja, maximaal 20 minuten. Als je dat twee helften lang doet, dan, terwijl Idala zijkant raakt, als je dat twee helften lang doet, dan heb je er 50. En ja, ja dat, gewoon met voetenwerk Vinky verschalkt. Ik denk dat daar Hamming zegt, was dat geen schotklokovertreding? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon op tijd losliet. En dan is het nu even het oud-Leids lummelen om de tijd vol te spelen. Schotklok is al uit. En dan is het ja, een soort etiketten geworden om dan ook niet meer te schieten. Vinky... Je kan ook geen turnover meer krijgen. En zo wint Leiden. Ze halen weer de 90 punten. Handjes tussen de coaches. Martin, wat wil je erover zeggen? Ja, nou ja, goed, Leiden speelt het derde het laatste kwart natuurlijk wel prima. Maar ze hadden natuurlijk veel eerder moeten beslissen in deze wedstrijd. Ik bedoel, het is echt, het was niet goed. Gefeliciteerd met de overwinning. Dankjewel. Het was wel moeizaam. Het was bijzonder moeizaam. Waar ligt dat aan? Ik bedoel, zie je van tevoren, die zijn er niet, dat wordt een makkelijke wedstrijd, wat ik dan persoonlijk denk? Nee, ja, weet ik niet. Ik denk niet dat dat het is. Laat ik beginnen met het zeggen dat Den Helder hier met een, zoals jij, waar jij refereert, met een verkleinde rotatie binnenkomt. En super, super agressief de wedstrijd begon. Echt fantastisch, ja. Met een energieniveau en een agressiviteit, positieve agressiviteit. Hè? En een intensiteit en een concentratie dat heel erg goed was. Ja? Complimenten naar coach Peter van Noord en de spelers van Den Helder. Hoe zij hier binnenkwamen was perfect. Nou, als we dat dan omdraaien en kijken naar de man in het blauw. Vandaag, inclusief mijzelf, wij beginnen na 35 minuten. En ja, dat is niet alleen teleurstellend, maar ook beschamend. Mm-hmm. En je kent mij, ik zal niet over individuele spelers praten. Dat hoeft vandaag ook niet, want het was iedereen. Ja. Inclusief de coaches. Hè. Ik spreek ook nooit over de spelers. Wij zijn een groep. En op de een of andere manier krijgen coach Stefan en ik en de spelers, dus met z'n 14e, 15e, 16e, hoe je het team ook telt, niet voor elkaar om die intensiteit te brengen die bijvoorbeeld Den Helder wel vandaag bracht. En die concentratie en dat enthousiasme waar ze mee speelden. Mm-hmm. Dan gaven wij ons een gat, niet in een achterstand, maar een emotioneel gat. Een emotioneel deficit, een intensiteitsdeficit waar we... eigenlijk 35 minuten voor nodig hebben om uit te graven. Daar zijn we dan echt worstelend mee bezig, waardoor niks eigenlijk vloeit. En dan opeens realiseren we ons dat niemand in foutenlast is en dat we agressief kunnen gaan spelen. En de laatste 5 minuten is eigenlijk hoe we willen spelen. Ja. Agressief in de pick-and-roll verdediging, de helpstijl stond goed. Zodra een bal opgepakt wordt, agressief op de bal, paaslijnen. De laatste 5 minuten. Heel erg goed.
Maar ja, zoals gezegd, we gaven ons een gat waar we mentaal niet uitkomen. En dat heeft niet alleen met scoren te maken, maar dat heeft dan ook invloed op open schoten die we normaal wel ingooien. En dat vermenigvuldigt het probleem. We hebben met de rust besproken, nu net na de wedstrijd besproken. En al eerder besproken, jij en ik ook. En ja, we komen toch zo langzamerhand richting einde seizoen en we moeten daar een oplossing voor vinden. Ja, ben je al klaar voor de laatste drie wedstrijden en de beker en de play-offs en zo? Nee, Martin, na vanavond kunnen wij niet zeggen dat we ergens voor klaar voor zijn. Nee. We zijn niet klaar voor Groningen. Wij kijken niet verder dan de eerste wedstrijd. Mm-hmm. Wij zijn nergens klaar voor, maar ik wil jouw vraag ook niet zomaar links neerleggen. Wij zijn niet klaar voor de play-offs. We zijn niet klaar voor de verwachtingen die anderen misschien hebben. Als we dit niet kunnen oplossen, hebben we geen recht op verwachtingen, geen recht op misplaatste arrogantia. Nogmaals, en ik wil dat herhalen. Coachingstaf en spelers, allemaal tezamen. En we zullen morgen vroeg 9:45 gaan we trainen. En ik weet dat het langzaam ongelooflijk gaat klinken, omdat ik jou dat al vaker heb gezegd. We gaan eraan werken, maar het wordt niet beter, ja, nog. Mm-hmm. Zolang we dat niet oplossen, kunnen we nergens claim opleggen. Kunnen we niet claimen een kans te maken tegen de top van de DBL. Niet in de beker en niet in de play-offs. Dus we hebben werk aan de winkel. Werk aan de winkel. Ja, nog één dingetje wat mij opviel in de eerste helft tegen de zone. Was dat de bal zo lang aan één kant bleef en dan werd er gewacht tot de center over kwam steken. En ik denk, ja, als je tegen de zone speelt, moet je die zone laten werken. En dan moet die bal natuurlijk veel sneller gaan. Of ben je dat niet met me eens? Ik ben het altijd met jou eens. Heb ik jou ooit iets wat je hebt gezegd weerlegd? Nee, nog nooit. Altijd 100% met Martin eens. Dus, ik wil niet lachen, want zoals wij speelden vandaag, mogen de mondhoeken niet omhoog. Maar het was niet alleen tegen de zone, Martin. We hielden de bal veel te lang op ieder, ook tegen man-to-man, veel te lang vast. Dribbelen op de plek, gingen veel te veel. We leunden veel te veel op 1-tegen-1 acties, denkende dat we het zo op gingen lossen. Dus waar wij eigenlijk goed in zijn, en dat is of dat nou tegen zone is of een man-to-man, is de bal bewegen, snijden, vanuit de beweging bal vangen, close-outs aanvallen, dan iemand anders zoeken. Heb ik bijzonder weinig gezien vandaag. Ja. Ik wil nog één keer herhalen nu, omdat ook coach Peter van Noord in binnenoorschot staat. Ik heb het al twee keer gezegd. Maar hij heeft dat natuurlijk ook perfect op de rit gekregen. Ze kwamen hier volle hype binnen. Precies. Dus, nou, ik zou zeggen, op naar Groningen. Op naar Groningen en dan zullen we toch anders aan de wedstrijd moeten beginnen. Peter, welkom. Hi. Voor de wedstrijd zei je tegen mij, zullen we niet over de wedstrijd hebben, maar over het seizoen of iets anders of zo, want dat gaat niks worden. Maar dat was helemaal niet waar. Nee, maar ja, goed, als coach duw je jezelf natuurlijk altijd in een underdog positie op het moment dat je 4 blessures hebt natuurlijk, dat is logisch. Ja, alleen ik deelde net ook met Geert en met Stefan. Kijk, mijn enigste message aan de jongens was play ball, have fun. Mm-hmm. Weet je, en ik zei net ook, ik zeg het was fun to watch, fun to coach. Ja, en ik hoop dat jullie fun hebben gehad om te spelen. Want uiteindelijk werkt het ook zo met deze jonge honden. Ja. En ze wilden spelen en dat moet je ook niet vergeten. Kijk, als je hier komt om alleen maar de schade beperkt te houden, ja, dan begin je al met een broek vol en dan moet je niet aan beginnen. Je moet gewoon los kunnen spelen. Nou, dat hebben die jongens laten zien. Plezier. Ja, precies. Intensiteit en agressie, ja. Was het 10 keer beter dan wat Leiden liet zien vanavond? Nou ja, ik zeg net ook tegen Geert, ik zeg Geert, als jij kan spelen met de energie die wij kunnen geven elke wedstrijd, ik zeg, dan word je gillend kampioen van Nederland met deze ploeg. Ja. Ja, hij heeft gewoon een goede ploeg hier staan en als die gaan leren spelen met elkaar, dan, ik heb gezegd, dan tip ik jullie voor de titel, absoluut. Ja, nou, maar er moet er nog wel wat gebeuren, want... Maar goed, je hebt nog 1,5 maand, is er niks aan de hand. En dan komt er nog zo'n Copa del DBL tussendoor. Nou ja. Ja, en? Precies. Heb je ook een leuke loting over de beker? Wat, tegen 0-10? Ja, precies. Ja, ja, goed. Die heb je nou al 2 keer thuis gewonnen, dus dat zou natuurlijk een derde keer maar, kunnen zijn. Maar mijn personele bezetting is niet gegarandeerd de komende week. Nee.
En dat Boyd ligt er echt nog wel een tijd uit, hè? Nou ja, die heeft de schouder uit de kom en dat is natuurlijk niet niks. En ondanks dat ik hoor dat het van de fysio's dat het op een goede manier is gebeurd, is dat toch een lelijke blessure. En er staat toch minimaal 4 weken voor. Dus ik hoop, we hebben een vlaggetje neergezet op 8 mei op de eerste ronde van de playoffs. En we hopen dat hij dat haalt. Maar ik heb er een hard hoofd in. Ja, je andere blessures, Stan en Tom? Stan van der Elzen heeft ook een rot blessure. Hielspoor. Helaas in een vecht voor het stadium. Ik heb geen zin om dit soort jonge talenten kapot te maken. Dus die moeten gewoon goed revalideren. Ongeacht wat er op het veld gebeurt. Tom Koopman? Tom Koopman heeft... dat kan een vervelende... Hij heeft morgen een MRI. Dat kan een vervelende blessure zijn. Enkel blessure. Oké. Dus ja, dan zit het even tegen. Ja, precies. Ja. Dus even terugkijkend op het hele seizoen. Het Elite A halen was natuurlijk wel een van de doelen. Klopt. Dat heb je gehaald. Dus dan kan je zeggen van nou, we zijn tevreden dat we de Elite A hebben gehaald. Dat we ook nog een paar wedstrijden gewonnen hebben. Of vat ik het een beetje kort samen zo? Ja, dan sla je eigenlijk, pak je wel de kern mee. Kijk, natuurlijk was Elite A halen dat... ploegen van ons statuur die er net tussenin vallen, die 5, 6, 7e plaats. Tuurlijk, dat was knokken. Nou, mm-hmm. We hebben het gered. En het is in de Elite A, voelt het aan als een warm bad. Ik bedoel, het is elke wedstrijd is het strijd, elke wedstrijd is het gaan. En blijkbaar, ondanks dit gehandicapte seizoen, zijn alle ploegen een beetje aan elkaar gewaagd. Er zijn geen grote uitslagen. Ja, wij afgelopen zaterdag tegen Zwolle, maar dat... Ja. Dat ook, maar het was ook maar 16 punten uiteindelijk. Ja, maar goed, het was een mankementwedstrijd. Mm-hmm. Ja, Zwolle heeft wel een paar gekke uitslagen natuurlijk. Hè? Winnen met 20 punten in Groningen, verliezen met 20 punten thuis van Den Bosch. Dat zijn dan een beetje de grote uitslagen die je in de competitie. Dat zijn wel grote verschillen. Alleen, je moet elke keer de omstandigheden in ogenschouw nemen. Ja, precies. Dus nou, in ieder geval, persoonlijk vind ik dat je het goed gedaan hebt met de ploeg dit jaar. Want je hebt ook in de Elite A van je laten horen. Je hebt toch Rotterdam weer verslagen in de Elite A. Ja, we proberen elk jaar een stapje te maken. Nou, dit jaar weer een stapje gemaakt. Ja, en dan hoop je gewoon dat je dat kan blijven continueren. En dat is in deze tijd is dat niet makkelijk. De hele sport in Nederland ligt op zijn reet. Dus dan is het wel alle zeilen bijzetten om die ambities. Want alle ploegen hebben natuurlijk ambities. Ook die nieuwe ploegen. En iedereen is natuurlijk verguld met het woord Beneliga. Maar laten we dat eerst maar eens zonder val en opstaan een seizoen proberen. En dan maar eens kijken waar het schip strandt. Ja, precies. Nou, dat weten we over een klein half jaar, denk ik. Ja. Dus ik zou zeggen, hopelijk dunt de zieke boeg toch nog uit. Ik hoop het. En kan je nog wat reuring zorgen in het slot van het seizoen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.